Ha! Jullie dachten zeker dat ik weer met de toeter omhoog ging komen. Nee, ik ben de toeter kwijt. Ik heb geen toeter meer. Mijn toeter. Mijn fantastische toeter is weg. Ik heb jeuk aan mijn oor, joh. Jongen. Oh, prank! Mensen, welkom bij een gloednieuwe video. En wat is er allemaal gebeurd? Ongelooflijk. Ik heb toch een ongelooflijk lekker nummer uitgebracht. Ik draai samen met Yeser. Het is niet normaal. Ik ga jullie vandaag meenemen. Het hele proces. Want ik heb een beetje gefilmd tussendoor. En ik ga een beetje vertellen hoe het allemaal gegaan is. Het is echt leuk. Want hoe krijg ik als iemand die helemaal niks kan, het voor elkaar om een nummer op te nemen met Yeser? Nou, het is echt fantastisch. Zoals jullie weten heb ik een tijdje geleden die video's opgenomen met Yeser. En dat was super lachen. En toen hadden we op gek op jou gereageerd. En ging hij reageren op onze muziek. Nou, helemaal leuk. Toen kwam het een beetje daarna te sprake of we misschien samen een keer wat konden doen. En ik dacht, toen had ik nog minder dan 500.000 abonnees volgens mij. En nu heb ik 560.000, dat is heel lekker. Maar nog niet genoeg, mensen! Abonneer op mijn kanaal! Doe het nou zeker! Doe even lekker abonneren, even lekker lekker. Je hoort als je nu de abonneerknop drukt, want als je dat niet gedaan hebt, dan hoor je er zo... Ja, dat is echt heel bijzonder. Echt heel bizar. In ieder geval, op een gegeven moment was het toch van, ja, zullen we gewoon kijken? We gaan een keer kijken, we gaan een keer kijken, ja, blablabla. Toen hebben we afgesproken met een grote vriend, Russo. En dit was echt lang geleden, hè. Want dit was al toen ik dat K3-nummer op ging nemen. Dat was 24 feb upload ik dat. Dus ik denk dat rond die tijd ergens, toen hebben Jesse en ik afgesproken, zijn we de studio ingegaan en hebben we het nummer gemaakt. Het was echt best wel anders nog, want op een gegeven moment ben ik, ik was niet helemaal tevreden. Toen ben ik nog een keer teruggegaan naar Russo daarna. En toen is het nummer eruit gekomen, hoe je het nu kent. Toen moest ik de clip gaan maken. Toen was het een beetje van, ja, met corona is het natuurlijk lastig, want je kan niet ergens heen om een clip te maken, vond ik. Aangezien, ja, alles is dicht. Ja, dat is op zich wel een goed punt. En ik wilde niet weer in de tuin, aangezien, nou ja, ik had natuurlijk in de tuin geen Gengachea opgenomen. Geldwolf is ook in de tuin opgenomen, van Roel laatst. Dus ik dacht, ik wil even die tuin uit. Nou, uiteindelijk via een soort productiebureau gevonden. En ik zei van, weet je wat ik wil? Ik wil iets met draaien en een soort van film. En ik wil dat de set waar ik ben een soort filmset is. Nou, en dat uiteindelijk is dat eigenlijk perfect gelukt. Echt helemaal perfect. Gewoon echt top, top, top. De clip, ik vind hem echt super ziek geworden. We hebben echt 20 man aan gewerkt of zo. Even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. En hier staan ook nog namen, ik weet niet of die mensen erbij waren. 19 man, what the f***? 19 man, voor mij, waar gaat het over? Hier trouwens een nieuwe Geo-vlog staan, ik zou nog even moeten kijken. No health, naked, sexy woman, no money, no fancy cars, 100% dope. Wat een comment. Die rijke ginger, zwaar underrated. Hebben ze het weer over Brent. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Maar in ieder geval, toen was het dus zover. En die clip is... Even kijken, jullie zien het op maandag. Is het niet deze zondag, want het was het al uit. De zondag daarvoor opgenomen. Zijn ze echt snel geëdit. We gaan even kijken naar beelden van de fantastische clipopnames. Want ik heb wat dingen opgenomen. Mensen, we staan hier dus in de studio waar het allemaal gaat gebeuren. Zoals je ziet, mijn gezicht is helemaal egaal. Ik kom omdat ik in de make-up ben geweest. Ik heb een nieuw jasje aan. Nou, er zijn allemaal heel veel mensen. Zo. Daar heb ik allemaal niet op gerekend. Maar goed, het is allemaal gezellig. We hebben ook heel veel eten trouwens. Dat is erg lekker. Daar kan ik mezelf voor. Dus even rustig aan het eten. Zoals jullie zien was dit dus de eerste scène. Ik heb hem voor jullie op pauze gezet. Was ik gestaald. Zoals je ziet, ik had een vette jack aan. Ja, als je nu de achtergrond ziet, is het gewoon flats. Maar dat heb je helemaal niet door als je de clip kijkt. Want ja, je wordt zeg maar vanaf de rechterkant gefilmd. Dus ja, je ziet zeg maar alleen die camper. Jongens, de camper van binnen trouwens. Ik kreeg best wel wat vragen van Koen, hoe zag de camper er van binnen uit? Dode lichamen. Enkel dode lichamen. Heel raar, vond ik ook. Maar ach, het is ook mooi. Die zie je gewoon die mensen heen en weer lopen. Die figuranten. Ik vind dat echt schitterend om te zien. Ik vind dat echt heel erg mooi. Dus even, ik moest dus ook die koffie uitspugen. Maar op een gegeven moment, dan dat spugen, ga je over nadenken. Je kan best makkelijk zo, dat is makkelijk. Als je 10, 15 keer moet doen, ja, op een gegeven moment ga je nadenken en dan kan je gewoon niet meer spugen. Had ik kon gewoon niet meer. Was gewoon en dan allemaal mijn baard en mijn snor echt smerig, jongen. Gadverdamme. Ook mooi trouwens, dat zie je hier. Ik jiet die deur open en ik had een kledingrek aan. Die deur was een soort heel raar. Die had een soort van... Nou goed, ja, je had een soort van in het midden, een soort tegenhoudpunt. Als je het te zacht deed, dan kon je niet heel ver de deur. Maar als je het zeg maar iets harder deed, dan ging je BAM! Gelijk keihard. In één keer jiet ik bijna de kledingrek omver. Was ook mooi, ja. Gelach, heel niet normaal. Daar gingen we door naar de volgende. Was zeg maar het eerste refrein. Want het idee was zeg maar van de clip. Ik weet niet of iedereen dat door had. Is dat ik werd zeg maar wakker. En ik leefde eigenlijk in die camping. En ik werd wakker. Het is allemaal een beetje behind the scenes. En het ging allemaal zo. En ik was arrogant. En het, nou ja, dat was op zich best goed gecast. Want dat. Nou goed, dus toen daarna dan zat ik hier in die soort van maffia-achtige kamer setting. En dan zou ik zeg maar de eerste refrein van ik draai moest doen, maar het ging helemaal slecht. En daarom hebben ze een soort tak, tak, tak. Het ging helemaal fout en slecht. Dat was kwaad. En dan werd ik dus uiteindelijk boos op Yeser, omdat Yeser is zogenaamd regisseur. Maar die was niks aan het doen, want die was alleen maar aan het praten. Zo. Toen ging Yeser dus rappen, een beetje boos rappen. En dan was ik, ging helemaal zweten. En dan was dat ik bang was. En uiteindelijk gingen we samen refrein zingen en dat was dan weer oké. Nou, hebben jullie in ieder geval de uitleg van de clip? Dit is wel leuk, je ziet van de andere kant. We hadden dus ook inderdaad, alles ging dus fout. En Yeser
Daar moesten we dan fixen. Maar die enige die was niet aan het opletten. Is dus in de clip het idee. Maar hier is ook dat zeg maar alles omjankt. Die hele setting. Ja, je ziet hier gewoon mensen achter. Dan is ineens witte achtergrond. Ik denk, ja, ik vond het wel vet. Ik denk dat als je het zo ziet, dat het ook best wel leuk is om te zien. Ander leuk verhaal. De set piste ook tijdens gewoon een heel ander stuk. Echt veel later. Die om op iemand. Er zijn geen doden gevallen. Gelukkig. Je ziet, ben ik hier zeer geïnteresseerd aan het kijken naar de stukje van Jesser. Nee, dat viel me. Uiteindelijk kreeg ik dus al dat zweet op mezelf. Want ik zweet dus zelf niet. En zeker niet om zoiets. Toen kreeg ik dus allemaal water op mijn gezicht. Nou, dat is echt irritant. Ik ging helemaal drippen. I was dripping with sweat. Maar dat was dus niet echt. Dat was gewoon water. Dan moet ik zeggen dat ook niet, waarschijnlijk niet iemand dacht dat het echt zweet was. Dat kan ik mij niet voorstellen, iemand dat dacht. Dacht je dat dan wel? Ah, ben je genept. Oh. Je ziet dus een shot van hoe dat gefilmd werd. En dan van dat ding. Dat is echt best wel vet. En na zomaar die twee refreinen opgenomen te hebben, was het tijd om in mijn dikke vette hip-hop outfit te gaan. Want dat was echt vet, want we hadden dus een glazen plaat en zat de cameraman zat daaronder. Dan ga je straks zien. En dan zaten wij op die glazen plaat, zaten we naar beneden te kijken naar die camera. En dan kon je ook dus champagne op die glazen plaat gooien, en want dat, ja, zat de camera onder. Echt vet. Ik had echt dikke outfit, jongen. Je ziet hier mijn broekie truitje. Lekker man, lekker. Niks mis mee. Jullie een vlog of zo? Ja, Ik voel wel gewoon heel cool komen. Ja, een soort van ding op brand. Nu, met Jesse was een kans ik niet kon laten schieten. Maar nou ja, voor nu is het denk ik wel even over met die pret. Wil je mijn bank zitten, dus binnenkort weer wat? Wie weet. Mensen, dit is nep. Kijk. Zieke expose, mensen. Het was geen Dom Perignon. Het was al die champagne. Wat triest dat ik dat nog ooit moet zeggen. Gadzakjes, hè. Al die champagne. Dus bocht. Lekker een glazen plaat aan het schoonmaken. Ja, besef dat die glazen plaat, die werd dus eigenlijk niet schoon. Die bleef een soort van vaag. Op een gegeven moment is er met terpentine op. En toen uiteindelijk werd het wel schoon. Maar daarvoor was dat gewoon was die glazen plaat niet schoon te krijgen. Ja, schitterend. Dat is het voordeel van als je dus dan dus met zo'n productieteam werkt. Dan hoef je zelf dus echt helemaal niks te doen. Dat is echt, ja, behalve betalen, dat is dan minder. Maar voor de rest, echt, dat is echt wel relaxer. En toen uiteindelijk, als allerlaatste shot, mocht ik dus die champagne op die glazen plaat gooien. Nou, dat is echt heel erg leuk. Ja, ik vond dat echt heel erg leuk om te doen. Zeg dat ik het daarna aan het wegvegen was met mijn hand. En toen kwam ik op een gegeven moment zat ik in de auto terug. En zei van, jezus, wat ruikt met mijn hand naar champagne, hoor. Ik had geen flauw idee, maar ik had natuurlijk het weglopen vegen van die tafel. Ja, daar zit op zich wel wat in. En ik jank hier dus die twee flessen leeg. Ik vind het dus heel mooi dat je in de clip kan zien dat ik het zo leuk dat ik lach. Even een stukje uit de clip, dan zie je, voordat die champagne de tafel raakt, zie je mij lachen. Dat is echt schitterend, joh. Lekker zeg. En uiteindelijk was de rap en was de clip klaar. En hebben we lekker geüpload en dat was hartstikke lekker. Het is trouwens heel raar. We kwamen binnen op training 1. Nou, fucking ziek. Training 1 binnenkomen. Was geen ketje ook. En toen ineens werd ik wakker zonder training 6. Toen is training 35. En nu zijn we training 17. Ik weet niet precies wat er met training gebeurt, maar dat klopt niet helemaal. We zitten bijna op 5 ton views. Mensen, stream het ook. Zet het lekker in je afspeellijst. De streams gaan echt goed. We gaan echt heel erg lekker. Dat is echt leuk om te zien. In ieder geval was het super leuk om te doen. Ik hoop dat jullie het allemaal tof hebben gevonden. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk om een duimpje omhoog? Ga ik draaien nog even lekker kijken. Beluister me op Spotify. Dankjewel allemaal. Ik heb het echt naar mijn zin gehad. Ik hoop je snel te zien bij een nieuwe video. En de groeten. Paar ruggen in de week, week, week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Paar ruggen in de week, week, week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier.